I'm beginning to like you, Mr. Bond. No, call me James. Aanstaande zaterdag op Nederland 1. James Bond in Goldfinger. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Jill? Goldfinger. De zaterdagmovie bij de AVRO. De televizier. Groter dan de kleinste, dikker dan de dunste. Bel 013 644 644 en word lidjaarabonnee. Dan krijgt u het Glamourblad van Nederland de eerste vier maanden helemaal gratis. 013 644 644. Televizier, compleet de beste. Gert-Jan Dreugen in Glamourland. Straks, na de ster. Christopher Cross, The Best Of. Zijn schitterende songs nu eindelijk verzameld op één cd. The Best Of Christopher Cross. Geniet van The Best Of Christopher Cross. Een unieke cd. Voilà. Instant précieux, trésor de l'encombre. Wacht niet te lang met het kopen van een video 8-camera. En voor je het weet. Verlang je terug naar vroeger. Soms verlang je naar een kopje koffie dat wat vriendelijker en zachter is. Gelukkig is er Bon Café, de milde koffie van Douwe Egberts. Silkians komt met een conditioner die je haar echt sterker maakt. De unieke formule van Silkians dringt diep door in elke haar en versterkt van binnenuit. En als je haar van binnen sterk is, dan ziet het er van buiten gewoon mooier uit. Pracht door kracht. Silkians. Gebruikt u nog steeds een wasmiddel en een aparte wasverzachter? Betaalt u onnodig veel voor een schone en zachte was? Niet doen. Want waarom stapt u niet over op Dash 3 alles in één? De ultra waskracht zorgt voor een vlekkeloos schone was. En de natuurlijke wasverzachter maakt uw was heerlijk zacht. Dus waarom onnodig geld uitgeven aan wasmiddel en een aparte wasverzachter? Aan Dash 3 alles in één heeft u meer dan genoeg.
De eau de toilette deodorant voor mannen. Musk, Marine, Cool Cedar en Oriental. Axe, laat je charme leven. Chérie, de beste zongerijpte kersen voor een onmiskenbare smaak. Mon chérie, niemand kan mon chérie weerstaan. Morgen op Nederland 1. Vreemde praktijken. De secretaresse van het jaar. Het is mijn hoofd, hè? Ja! Lus, jij mag op mijn kosten naar de kapper. Misschien een andere koep. Hoezo? En ook dat nog, met absurde problemen. Vreemde praktijken en ook dat nog. Morgen op Nederland 1. Tot 2:30 nog 4 programma's. Na middernacht de weekendcrimi en daarvoor het AIDS-benefietconcert Friends for Life. Met medewerking van Willem Nijholt en de sopraan Roberta Alexander. Karel is er over 1/2 uur en een van zijn gasten is Adelheid Rozen. En dan heb ik nog een trieste mededeling. U kunt er vanavond nog van genieten, maar dan moet u het 3 maanden missen. Gert-Jan Dreugen en zijn kostelijke kijk op Society Minded Nederland in Glamourland. Je houdt het glas altijd zo bij. Oh, je weet het. Het blijft lastig met wijn. Dan wals ik eerst. Gelukkig zaten we midden tussen de kenners. In restaurant de Kloosterhoeve te Harmelen werd de jaarlijkse degustation gehouden voor mensen die de Franse wijn een warm hart toedragen. Iedereen die wel eens onder tafel heeft gelegen was aanwezig. Was allemaal très élevé. De hele Kloosterhoeve was aangekleed met kunst van Pieter de Hond en doeken van Society-schilderes Astrid Engels, die zelf ook très élevé was, want zij en 10 anderen zouden vanavond tot wijnribben geslagen worden. Een hele eer. Maar voor het zover was, moest er eerst een bodempje gelegd worden. De partij de foie gras was het tijd voor een modeshow. Een modeshow tijdens het eten is een must tegenwoordig. Het brengt sfeer. Wilma uit Laren had dan ook flink in de gordijnen geknipt. Onder de gasten bevonden zich ook Tony Boltini en zijn vrouw. Zij heeft al een jurk, dus Tony had zeeën van tijd om ons de foto's van de kleine te laten zien. En dit is Maître Pierre. Oud-restaurateur en initiatiefnemer van deze avond. Maître Pierre is een van de bekende Nederlanders uit de categorie Waarom ben ik bekend? De WBIB. Daar er te weinig echte bekende Nederlanders zijn om de bladen te vullen, worden de WBIB'ers steeds meer gevraagd. Zo ook vanavond. Hey, I'm gonna...
heel leuk. Geraldine en ik zijn dus gelijktijdig getrouwd. Hè? Zij met Pierre en ik met mijn echtgenoot. Zij is nu 28 jaar getrouwd en ik ben nu 26 jaar en 2 jaar gescheiden. Dus deze band hebben we. Ja, ja, ja. Na dit boeiende intermezzo kan het officiële gedeelte beginnen. Politesse, voor de ordre de feuille de vigne. In processie trok men naar de ridderzaal, waar de WBIB'ers plus het echtpaar Bakker tot chevalier du Tastevin geslagen zouden worden. Wat is een chevalier du Tastevin? Het moet gewoon zo zijn dat je een aantal mensen die je leuk vindt en die in bekendheid gekregen hebben door hun werk. Nijpels, die is ook chevalier bij die club. Het is alleen maar eigenlijk dat er een aantal gezellige mensen bij elkaar komen en dat we een plek hebben waar we kunnen doen. Alle belangrijke gebeurtenissen gebeuren als ik op het toilet zit. Toekomstige chevaliers, mag ik u verzoeken? Uit eerbied voor het Grand Conseil, neder te dalen op de rechterknie. Of van mij links is. Gij zijt, chevaliers, les amis, de Grand Verlon. Nou, wil ik hem lift in wat is zo? Oh, jeetje, wat knoeit. Het loopt helemaal naar beneden. Het is een grapje van mensen die een lintje omkrijgen met een mooie zilveren proefbeker. En hoe gek het ook is, ieder mens vindt het altijd leuk als hij op een of andere manier geëerd wordt. Waarna maître Pierre de daad bij het woord voegde en enthousiast iedereen tot wijnridder benoemde. Zodat we tot diep in de nacht met een afspraak omliepen. Wat eigenlijk een beetje zuur was voor de mensen die echt officieel tot wijnridder geslagen zijn. Zoals... Hallo, daar zijn we weer. Om de wijn te dempen kwam er op het eind van de avond een prachtig toetjesbuffet. Waarna we getrakteerd werden op een flaflip. En zo zijn er heel veel dingen in tussen hemel en aarde die kunnen. Ja, en waar geef ik lang voor eens. Emiel Ratelband is de nieuwste goeroe uit het Gooi. Hij geeft lessen in zelfvertrouwen en laat bekende Nederlanders over glasscherf en gloeiende kolen lopen. Spinnen krijgen ze op hun gezicht geplakt, zo boom. En niet van die hele kleine, maar echt van die hele grote. Zo. En we gaan mensen laten in het openbaar spreken terwijl ze zeggen, ja, dat kan ik niet, dat durf ik niet. En dat doe je als je guru? Dat doe ik als man, op, ja. Het was een leerzame avond. Na nog even naar een peertje gekeken te hebben, trokken we fruitig naar huis. Herinnert u zich deze nog? Veronica, Veronica. Mocht u toevallig denken dat het limiet inmiddels al bereikt is aan aalgladde grijmuziek, aan penetrante doorstampers en stemmen met verkeerde accenten die roepen dat je lid moet worden, dan moeten we u teleurstellen. Er is een nieuw radiostation bijgekomen, Power FM. Alle Hilversumse omroepen bekijken het als volgt. We hebben eerst televisie, dan hebben we het programmablad, dan komt er een hele tijd niks en dan komt de radio. En dat is fout. Uit rancune wordt vaak veel schoons geboren. Onze nieuwsgierigheid was gewekt. Champagne, alles is er. Net zoals Veronica heeft Power FM haar eigen promotieteam. De kwaliteit van het nieuwe station was direct af te lezen van de gezichten. Deze mensen hebben mijn hart gestolen. Nee, meent je dat deze serieus? Ja, ja. Waarom? Fantastisch. Hoort er toch bij? Wat vindt u nu van die Power FM? Ik vind het leuk. Station, ja? Ja, heel goed. Ja? Ja. Best dan een VPRO radio. Nou, ik vind dat zo'n Hilversum 3 bijvoorbeeld, met zo'n EO erop en NCRV en weet ik veel, dat dat goed beconcurreerd wordt door snelle commerciële jongens, dat vind ik perfect. Ook bij de VPRO heeft de commercie toegeslagen. Koet wil men nieuwe leven. Ken je die of niet?
Je gaat je uitdelen vanavond hier. Kijk hoe ver ik kom. Van het station speciaal voor de jeugd. Een echt muziekstation. Boordevol muziek. En telefoonspelletjes, quizjes, interviewtjes en vlotte info tussendoor. Als je naar de radio luistert, vind je het dan ook zo vervelend dat er tussendoor gepraat wordt? Of? Ik vind het juist vaak leuk om naar de radio te luisteren als er gepraat wordt. Laatste jaar vroeger nog hoorspelen. Pardon? Hoe komt bij de radio eigenlijk de muziekkeus tot stand? Deskundigen leggen het uit. Ik denk dat platenmaatschappijen hun best doen om zoveel mogelijk mooie producten te leveren. Ja, er is een lijn die wordt aangegeven van hoe je je programma moet samenstellen. Maar of je nou plaat A of plaat B opzet, die beslissing die neem je uiteindelijk zelf. Althans, waar ik werk. Je bent dus niet helemaal echt vrij wat je zegt en wat je... Ik heb volledige artistieke vrijheid. Wel toch? Ja hoor. Ja, god, hoe gaat het tegenwoordig met die discjockeys? Ja, ik weet het niet. Zeg eens. Ja, nou... Volgens mij gaan die niet meer over de muziek, toch? Nee, ik heb... Het wordt allemaal voor ze uitgezocht en dan moeten ze leuke dingen erbij doen. Hij heeft er helemaal geen eigen say in het programma, maar ik wel... Nee. Over de muziek? Totaal niet. En daarom doen we zo weinig muziek in het programma. Zij bepalen wat jij gaat draaien, maar in principe sta ik natuurlijk wel achter de muziek die ze draaien, anders zou ik er niet eens aan gaan werken. En dan ga ik gewoon heel snel leren hoe de computer werkt en dan ga ik gewoon al mijn eigen liedjes invoeren of zo. Meisje, pas toch op. Dat vindt Arcade vast niet goed. Deze platenmaatschappij is eigenaar van Power FM. Het ging er hard aan toe op deze Poweravond. De schuiven stonden op max. Ik vind het allemaal dat wel waar eigenlijk. Maar waarom bent je hier dan vanavond? Nou, omdat er veel oud-collega's van de VARA hier naartoe zijn gegaan. Het was dan ook een komen en gaan van collega's en andere VIP's die honger hadden. Met bootladingen tegelijk werd de vaderlandse muziekjeugd binnengeloodst. Met zoveel belangwekkende VIP's in huis had de organisatie gezorgd voor adequate bewaking om het gemene volk buiten te houden. Dat lukte prima. Totdat Catherine Keil binnenkwam. Het was meteen raak. Gelukkig was daar Reinoud Oerlemans. Iedereen kreeg meteen een handtekening en het leed was geleden. Radioliefhebber? Ja, ik luister wel eens aan. Als kind al met de radio aan huiswerk doen? Ja, je had in Den Haag had je radio stop en daar luister ik altijd naar. Was het alleen maar muziek of was het ook praten tussendoor? Muziek. Alleen muziek? Ja. En wat voor muziek hou je als je vraag mag? Nou, we zijn nu in Roxy en ik ga wel eens in Roxy naar de housemuziek luisteren. Housemuziek? Nou, uit mijn tijd, de Beatles natuurlijk. Heel raar, ik hou van de echte oude soulmuziek, maar ik hou ook van Hall & Oates. Ja. En ik hoorde laatst een Nederlands zangeresje en die was met de Beatles, dus vind ik dan ook weer mooi. Huey Lewis in the News vind ik heel gek van. Caroline Tense schijnt een van de nieuwe sterren van Alsmeer te zijn. Nou, ik ben een ster van RTL die gevormd wordt in de studio's van Aalsmeer, waar ik heel blij ben. En Aalsmeer is heel blij met Caroline. Ze valt precies in de smaak. Het liefste zou ik in ieder geval, als ik nog een tv heb, een televisieprogramma maken. Waarvoor toch het hele gezin gaat zitten. Dus een stukje amusement, absoluut niet te zwaar. Daar maakt ze ons nou echt mee blij. Caroline Tensen Light is duidelijk een aanwinst voor de Luxemburgse televisie. Ik vind mezelf soms wel een beetje aan beeldvervuiling doen, want is het niet twee keer in de week, is het één keer, is het drie keer. Dus dan vraag ik altijd, is dat niet te vaak, maar men zegt dat het kan nog, dus we gaan nog wel even door zo. Jammer. Voor al die andere leuke meisjes die allemaal zo graag op de televisie willen. Elk meisje wil ontdekt worden, men traint er ijverig voor. Maar Marco Borsato loop ik ook mee weg. Ik bedoel, Oh, je meent het? Ja, absoluut. Daar ben ik echt een fan van. Je meent het? Ja. Waarom dan? Ja, die jongen heeft een stuk emotie in zijn zingen, daar hou ik van. Ik hou van echt. En als die mensen, ja... Ik hoorde net dat hij een fan heeft. Oh ja? Ja.
Ja, nee, echt. Ja, nee, echt. Ja. De Caroline Tenser. Ja. Ja, oh, dat wist je al, dat zij fan van u was. Ja, dat zei de vrouw van mijn platenbaas. Pardon? De vrouw van mijn platenbaas. Oh, zit dat zo? Tijd om naar huis te gaan. Genoeg commercie gehad. En terwijl het orkest zijn best deed, Thijs van Leer nog een fluitje bestelde en Catharine Keil ons knal voorbij liep, namen we afscheid van deze powervolle avond. En oh ja, voor we het vergeten, de bewakingsdienst is er weer helemaal bovenop. Daar bij ons de boel flink is gaan hangen na jarenlang bezoeken van parties, diners en andere activiteiten met een dessertbuffet, trokken we licht gegeneerd richting Venlo voor een weekendje kuren in de beautyfarm van Hotel de Bovenste Molen. Edoch, ook nu moest de smoking weer mee, want we vielen met onze neus in het hoogtepunt van het seizoen, het jaarlijkse anders dan anders arrangement. Wat staan we allemaal te wachten dit weekend? Heel veel verrassing. We gaan u heerlijk verwennen. Meneer Dreugen, mag ik u voorgaan naar de kamer? Gaarne. Ja. Eddie, neem je even de bagage. Dan lopen we. Benieuwd volgden we onze gastheer. Hotel de Bovenste Molen is een hotel van de bovenste plank. Onze kamer heette Royal Luxe en had een bankstel, een plant, een aparte wc en een whirlpool. Een bubbelbad. Dat leek ons nou eens lekker. Dat is nou echt anders dan anders. Verheugd maakten we aanstalten om onszelf te verwennen.